Mazijk in het wit heeft in de eerste set meer moeite dan verwacht met de Portugezen. Lissabon staat zelf heel even op voorsprong, maar Mazijk kan toch naar het einde toe de wedstrijd meer en meer onder controle krijgen. Service Vital Heijnen. Hij pakt dan zelf de lage verdediging. Evens dan en Kurek smasht Mazijk 10-7 voor. Maar dan vervalt Mazijk weer even in de fouten van het begin van de set. Het laat zich bijvoorbeeld verrassen door een tweedehandse bal van spelverdeler Freitas. Of zoals hier is het blok van de Limburgers zo goed als onbestaande. Maar ze geven zich niet gewonnen. Via het blok van Kempenees en Heijnen gaat de bal ver buiten, maar Praats gaat hem halen. Smash dan van Teun Buijs. Dan Darius Kurek met een soort ongewilde kopbal. En dan scoort Jackie Kempeneers 12-8. De Portugezen zijn nog niet volledig knock-out. Smash van Teun Buijs, goed verdedigd bij de Portugezen. En dan Mauricio Cavalcanti, een van de drie Brazilianen bij Lissabon, brengt de stand op 12-10. Coach Goedkoop roept zijn ploeg tot de orders. En de Portugezen scoren nog één keer in de eerste set. Bij 14-11 is het setpunt opnieuw een felbevochten rally. Goede lage verdediging van Buijs. Evens afgeblokt. En dan een blok van Evens en Praats dat Mazijk met 15-11 de eerste set bezorgt. En dan is Sporting Lissabon wel uitgetild. Ze scoren slechts 5 keer en Mazijk mept de ballen los doorheen de Portugese defensie. Hier was het Darius Kurek. En dan is het setpunt. Alweer een goed blok. 15-5. In de derde set komt het klassenverschil nog meer tot uiting. Mazijk wint de set met 15-2. Lissabon scoorde dus 18 punten. Kwalificatie mag geen probleem zijn, dat vindt ook spelverdeler Vital Heijnen.